soms in de wijn komt alles samen, worden onmogelijke of onmogelijk geachte dingen werkelijkheid. We zitten bij Lucien Lemoine, Volnay, premier cru, Les Centenaux. Lemoine klinkt heel Frans, nochtans. Het is een Libanese wijnmaker, meneer Saouma. Ongelooflijke mens, waarschijnlijk een van de allergrootste proevers wereldwijd. Is iemand die de most koopt, dus echt de druivensap, bij verschillende boeren, in verschillende appellaties, soms 70 verschillende vaten, en daar zelf zijn eigen wijn mee maakt. Met andere woorden, hij heeft geen eigen wijngaarden. Hij koopt alles in en maakt voor mij toch een paar van de mooiste, terwaargedreven wijnen uit de Bourgogne. Maar die moeten wel eenmaal of tweemaal gekarafeerd worden. Met andere woorden, aan het begin van de maaltijd giet je de Lucien Lemoine in de karaf. Ondertussen doe je de hele maaltijd, je eet, je drinkt en dan bij de kaas. Ondertussen zit hij waarschijnlijk al anderhalf uur, twee uur in de karaf. Geniet je van waarschijnlijk een van de mooiste terroir-expressies uit de Bourgogne. Santé. Die gaan we niet delen, die is voor mij.